ভুল হয়েছে, আমি জানছি যে আমি শুইতে পারছি না, তাতে আমি কী করে শুইতব, চিন্তা হচ্ছে যে শুয়ে থেকে দেখছি যে রাত্রে ঘুম হয় না ওই চিন্তাতে। Microkrediet leek altijd een wondermiddel. Met een kleine lening starten arme mensen een bedrijfje waarmee ze uit de armoede kwamen. Maar is dat ook zo? De Wereldomroep onderzoekt de voor- en nadelen van microfinanciering. We zetten mensen aan het denken en wilden zeg maar die sector, ook door de roze bril af te zetten, ook door kritisch met die sector om te gaan, want er worden nogal rentes gevraagd bij microkredieten. Rentes van 20%, 30%, 40%, ongekend in Nederland als je praat over rentetarieven. En toch zijn er mensen die zo'n lening willen hebben om met hun kop boven het maaiveld te komen. Met een krediet in de woel kent het 3000 dirham, het 3000 dirham, het kan altijd maar 4000 kalsje 3000 dirham. En dan moet dit sashor, besserina. Met videofilms en radio-uitzendingen laat de Wereldomroep ook de achterkant van kleine leningen zien. Want wie profiteert er het meest van microfinanciering? Nou ja, altijd een bank natuurlijk. Kijk, een bank is wel gek als hij een lening verschaft waar hij niet van profiteert. Een bank moet daar winst op maken. Zo simpel is het. Want als een bank geen winst maakt, dan kan hij de volgende keer geen microkredieten meer verstrekken. Microkredieten zijn in die zin zeker niet uitgekoud dat de wereld in beweging is. Wij waren al bezig als Wereldomroep volop met het maken van de filmpjes toen Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties werd benoemd tot special advisor. En daarbij microkredieten aan de ene kant in relatie tot de educatie, het onderwijs aan mensen die van plan zijn een microkrediet te nemen, dan wel alle microkrediet hebben, is natuurlijk een hele nieuwe lood aan de stam van microkredieten. Bij de Wereldomroep in 4 talen, op internet, radio en in het Vredespaleis in Den Haag. Microfinanciering, wie profiteert? Linda Flores, present.